Wat is het hier veranderd, zeg. Ontstellend. Hier stond Hotel Seinpost. Grandioos gebouw. Onvoorstelbaar. En daar heb je... Oh, onbegrijpelijk. Wat is ermee gebeurd? Ja, het is totaal vernietigd door de moffen. Totaal vernietigd door die moffen. Onbegrijpelijk. Hier stond Seinpost. Daar heb ik het groot badhuis. Het is... In Zandvoort zou de invasie van de geallieerden plaatsvinden. Dat dachten de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog. Het gevolg was dat het complete gebied rond de boulevard werd gesloopt. Ook de monumentale watertoren. Aan de hand van een aantal bijzondere filmfragmenten kijkt de nu 83-jarige verzetsman Arend Bos terug naar de jaren dat hij in Zandvoort de ondergrondse krant De Kleine Patriot maakte en verspreidde. Kan het? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Het zal helemaal mooi zijn, dat hebben we niet af. Zeg ontzettend bedankt. Alsjeblieft. Oké. Okay. Ja. Hier gebeurde het. Hier gebeurde het. Hier in dit gebouw hier. Dit was vroeger een sigarenzaak. En die twee lagen tussen de bovenverdieping en de onderverdieping, daar werd de krant gedrukt. En hier werd hij gevouwen en klaargemaakt voor het verzet. Meesterlijk. Hoe oud was u toen? 19 jaar. 19 jaar? 19 jaar, ja. En toen begon u aan een ondergrondse krant? Inderdaad, ja. Dus, waarom? Mijn vader was zat in het verzet en dus hij sleet me mee. Echt. De eerste twee jaar geen problemen met die mensen gewoon. Nee. Ja, ik bedoel, iedereen ging naar het strand, maar de mogelijkheden genoeg. En die leidt uit het strand vond, die kwam hier genezen of recreëren. En ze vonden het hier wel prettig? Ja, de eerste twee jaar zeker. Geen problemen. Maar toen werd het moeilijk. Toen werd de zaak afgezet, er kwam een muur rondom Zandvoort. Hè? Een grote muur. Dan kwam je niet meer door. En dat liep tot de helden toe. Ja, er was hier een deur en ik ging naar boven en daar tussenin. Dat is nu de koelcel geworden. Ja, inderdaad. Tussen die twee dingen in, daar heb ik geluisterd, maar het is nu helemaal afgebroken. Dus. Daar zat de radio? Dat zat de radio, ja. Inderdaad, daar werd geluisterd. Want wat u met De Kleine Patriot deed, was eigenlijk radioberichten omzetten in tekst, ja? En die vervolgens verspreiden. Inderdaad. Hoe kregen jullie krantjes aan het dorp uit? Met de fiets. Met de fiets, zo simpel was het. Met de fiets. Maar er waren toch ook nog wel Duitsers in de buurt. Ja, inderdaad. Maar ik bedoel, we hadden genoeg papieren om ons te legitimeren. Dus het waren allemaal valse papieren. Valse papieren. Dus wij hadden ook een Duits paspoort en we kwamen overal door. Hier stond de watertoren, onze oude watertoren. Echt machtig. Daar stond de watertoren en ik werd hier geboren. De burgemeester Engelbestraat. Zo dicht bij de watertoren? Ja, heel vlakbij. Er zat alleen een tuinje tussen.
Want hier stond het huis van uw ouders ook? Ja, ik kon er, ja, inderdaad. Dat is dus ook verdwenen? Ja, is ook verdwenen, ja. Met de watertoren is dat opgeblazen? Absoluut, daarvoor al. Ja. Voor de Duitsers was het een punt van erkenning voor de geallieerden natuurlijk. En daarom moest hij weg? Daarom moest hij weg, alles Zou moest weg. Kunnen zeggen dat die toren ja, een soort symbool was juist voor al die dingen die ook weg moesten? Dat inderdaad. Uiteindelijk die toren ook nog eens ja, moest sneuvelen? Inderdaad. Dat was het punt waar ze bang voor waren. Duitsers zouden om 2 uur de toren laten springen, omdat hij in de weg staat voor een eventuele invasie. Enfin, om 2 uur een zachte plof en het zo trotse gebouw wankelde. Dat is een prachtig gezicht, maar er ging toch aan je hart dat hij hem altijd van vroeger in de gemeente had zien staan. Ja, ja. Even kijken hoor. Kijk wat dit is. Oh, dat is het laatste moment. Toen heb ik mijn dagboek onder de grond gestopt. Dat was 31 augustus 1944. Toen werden deze pamfletjes werden uitgestrooid. En er staat op 31 augustus 1944. Levende koningin. Per vliegtuig werden naar beneden gegooid. De geallieerden naderen onze grenzen. Neem een voorbeeld aan de Franse patriotten. Wees 1 in het verzet. Weiger iedere handlangersdienst aan de vijand. De bevrijding is erbij. Oranje zal overwinnen. Maart 1945, het was een hele slechte tijd. Er was geen eten meer, stond het absoluut. Er werd niets, kwam er binnen. Dus men had echt honger. En we waren ontzettend blij dat 2 mensen uit de gemeente met een reinaak naar Friesland gingen om aardappelen te halen. En dat werd dan na die Dollemans rit, want ze werden ook beschoten door de geallieerde vliegtuigen op de Zuiderzee, hebben ze hun leven gewaagd om de aardappels hier in Zandvoort te krijgen. En men heeft dat in Sparendam heeft men het in manden en dergelijke gebracht. En zo is men met paard en wagen is men Zandvoort binnengereden. Heeft u er zelf nog van gegeten? Jazeker. Heerlijk was het. Ja. U weet nog hoe ze smaakten? Nou, natuurlijk. Of je suikerbieten moest eten of aardappelen, dat scheelt enorm. Dit is het bevrijdingsvliegtuig. Dat is op 4 mei 1945 is dat gebeurd. En de volgende dag waren de geallieerden zo vrij om Zandvoort binnen te trekken. Ja, er is ook helemaal niets veranderd praktisch. Alleen een beetje verbouwd, maar het stadhuis is hetzelfde gebleven zoals het in de oorlog ook was. Toen werd het 5 mei. Ja. Toen was het een feit. Een groot feest. En wat ging u toen doen? Ja, ik... We hebben de verschillende mensen die fout waren gevangen genomen. Ook de burgemeester. Die heb ik persoonlijk, de foute burgemeester, gevangen genomen. En toen moest er iemand op de plis gaan zitten. En dat ben ik maar gaan doen. Ik was toen 22 jaar. U bent toen op de stoel van de burgemeester? Eigenlijk ja, ja. En ik heb alle honneurs waargenomen van hem toen. Dus dat was de eerste Canadese militair? Ja. Die in Zandvoort? Die in Zandvoort, ja. Die heb ik ontvangen op dat huis. En hoe lang heeft u het als burgemeester uitgehouden? Maar 5 of 6 dagen meer niet. Toen kwam de oude burgemeester die in 1942 is afgezet, die kwam weer terug. Dus ze moest het ambt overdragen aan hem. Thank you.
De filmbeelden die u zag zijn van het genootschap Oud-Zandvoort. Mocht u ook oude films over Zandvoort hebben, dan kunt u zich melden via info@oudzandvoort.nl of kijken op www.oudzandvoort.nl.